aflevering 173 van Team Talk van zondag 6 juni 2021. Hartelijk welkom bij de Nederlandse podcast over pretparken en themaparken. Ik ben Thomas van Groningen. En ik neem een slokje water. En ik ben Maurice de Zeeuw. En deze week in Team Talk hebben we veel te bespreken, onder andere over de Efteling, waar bij sommige mensen een schroefje los zit. Er zijn wat dingetjes over vuurwerk in andere pretparken. Er zijn nog allerlei andere. Je hebt een heel lijstje voor je. Oh, Spider-Man moet het over hebben. Ja, zeker. Over het hele Marvel-land. Ja. Heb je het allemaal gevolgd? Avengers Campus. Ik heb het zeker gevolgd, ja. Ja, en als we nog tijd hebben, nog wat reacties van luisteraars die je kunt insturen via teamtalk.nl/reageren. En ik wil even vooruitblikken op het Halloween-seizoen. Oh, want graag. Dit is de periode in het jaar dat dan de parken in de Verenigde Staten altijd aankondigen wat ze met Halloween gaan doen. Dat is in Nederland eigenlijk helemaal niet gebruikelijk. Oh, die worden dan, maar ik weet wel dat nu volgens mij, ik weet niet of wanneer dat gebruikelijk is, maar dat de Halloween-acteurs, die worden natuurlijk gedurende het jaar geworven. Mm-hmm. En ik denk dat dat zo voor de zomer wel gebeurt. Dus misschien dat dat nu ook wel weer in Nederland speelt, ja. Ja, zeker nu we weer een soort van duidelijkheid hebben dat denk ik, en ook dat gaat zeker door. En ik denk zelfs met kruipruimtes in Toverland, dat moet dit jaar denk ik wel lukken, ja. Ja, speciaal voor jou inderdaad, Thomas. Gewoon 6 kruipruimtes achter elkaar. Maar eerst, Maurice, de vraag die ertoe doet. Ja. Wat is jou deze week opgevallen? In pretparkland! Nou, ik zat een beetje... Ik ben dus nu de escape room weer eens heropend, ben ik best wel heel druk daarmee. Maar dat betekent wel dat ik heel even tussendoor af en toe een beetje Facebook dingetjes stek over pretpark, om daar dan toch op de hoogte te blijven. Zo ook de geweldige groep, de Efteling abonnementhouders op Facebook. Ja. En daar worden al regelmatig berichtjes in geplaatst over mensen die Happy Stones in de Efteling vinden. En ze daar ook achterlaten. Maar ik kende dat helemaal niet, dat fenomeen. Heb je er wel eens van gehoord? Nee. Happy Stones? Is het iets van de Efteling zelf? Is het iets dat fans ongevraagd doen? Nee, het is iets... Zo, er komt even een motor voorbij. Ja, we zitten lekker met de deur open op te nemen, want het is zonnig. Ja, zeker. We zitten lekker bij elkaar. Hier heb je echt van die eikels, die hebben dan een motorfiets en die hebben dan zo'n knalpijp eronder hangen. Ja. En die vinden dat dan leuk om dat ding helemaal open te trekken. Dan beginnen ook een of andere eikel op zijn kerkklok te spelen. Dan denk ik van ja, oké, ik weet dat je een kerk hebt. Hou nou eens op. Maar goed. Happy Stones. Happy Stones, dat stond op de Facebookpagina van de Efteling abonnementhouders. De onofficiële Efteling abonnementhouderspagina. Ja, dat zijn dus mensen die nierstenen hebben. Die plassen dat uit. Die verven dat dan in leuke kleuren. Die laten dat dan overal achter. Nee, dat zijn de Crappy Stones. Oh, oké. Ja. Nee, de Happy Stones, dat zijn inderdaad stenen. En mensen die verven dat. En die laten dat overal in Nederland achter. Ik denk ook in misschien wel openbaar vervoer of zo. Of natuurgebieden, ik zeg maar wat. Maar dat gebeurt nu dus ook in pretparken. En er staan er nu dus wat foto's van mensen die dus Happy Stones van de Efteling hebben gemaakt. Ik zie hier iemand, Diana, die heeft een heel mooie steen geschilderd met de pagode en de fakir. Met een twinkeltoort van Pardoes, met het hoofd van Yoki. Gouden steentjes natuurlijk, dat vindt natuurlijk naar de baron. En ik vond het grappig. Dus ja, ik heb het niet per se, het is mij niet per se opgevallen. Maar het is wel andere mensen opgevallen, dat er dus regelmatig Happy Stones worden achtergelaten in pretparken. Kennelijk heb je allerlei websites waarop dat wordt gestimuleerd. En ik zit even te kijken, want er was volgens mij is het iets Amerikaans. En het is natuurlijk naar Nederland toe komen waaien. Maar ik vond het wel een grappig iets. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar is het de bedoeling dat je dit soort dingen gewoon ongevraagd achterlaat? Want dat wordt een beetje een rommeltje dan natuurlijk. Ja, het is ook een beetje vervuiling. Zo zou je het ook kunnen zien. Aan de andere kant, ik denk dat iedereen gaat lachen. Hè? Happy Stones als een steen zien met erop lang geschilderd, toch? En ik ken weinig mensen die gaan lachen als een ingedeukt blikje cola zien liggen langs de weg. Ja, oké. Dus, en ik verwacht niet dat het... En moet je ze meenemen of dat niet? Ja, je mag ze meenemen, je mag ze laten liggen, je mag ze ergens anders neerleggen. Het is een soort, ziet als een soort zwerfboek. Ja, zwerfkei misschien wel. Oké. Hebben beschilderd. Misschien dat we een teamtalk Happy Stone moeten maken, Thomas. En die leggen we dan zo neer met die code erop. En dan krijg je gratis extra bonus materiaal van teamtalk. Als je het zou willen. Ja. Nou, leuk. Wat is jou opgevallen? Mensen die afgelopen week sliepen in hotels rondom Epcot in Walt Disney World. Die werden s'avonds later ineens wakker van geknal. Ja. Want Disney had dus een grote vuurwerktest voor Harmonious. En het lijkt erop dat ze de volledige show hebben laten draaien. Oh. Met de full pyro effects. Ook echt een vuurwerktest. Dus gewoon, dit vuurwerk is niet bedoeld voor iemand om te zien. Nee. Behalve voor een stelletje programmeurs. Ja, van hoe werkt alles? Kijk, het is natuurlijk bij die shows. Een vuurwerkshow in Nederland, die wordt één keer opgevoerd. Hè? Zo, nationaal vuurwerk op de Erasmusbrug of zo. Of dat soort dingen. Dus dat gaan ze niet testen. Dat is gewoon 10 potten achter elkaar en gas erop. Ja. Alleen dit moet avond aan avond moet het een bepaalde kwaliteit hebben. Dus dat lopen ze af en toe door. Net als bij een echte show. Ja. En dus dat deden ze hier ook.
En nou, dus moeten ze eventjes peilen hoe het werkt. Allerhande beelden. Nou, we hebben natuurlijk van Harmonious, dat is dus straks de vuurwerkshow, de avond-eindshow ja. in Epcot op dat meer. Nou, is daar al een datum van? Nee, maar dit najaar is wel de verwachting. Oké, okay. En er was altijd nog een andere show die tijdelijk werd ingezet, Epcot Forever. Ja, die is weg. Komt die nooit meer terug? Nee, die komt nooit meer terug. Oké, okay, dus het is van, als er nu een show gaat draaien, dan is dat Harmonious. Harmonious, ja. En... nou, een enorme ring, een metalen ring in dat, en van die rare barges met ledschermen. Ja. Het is best wel lelijk. Vier enorme barges met inderdaad platte dingen. Zie je het als een soort, scheidsrechtersfluitje? Qua maar vorm, dan, ja. Qua vorm, maar dan 100.000 keer groter. Ja, en dan drijvend op het water. Drijvend op het water en dan een enorme ring. Ja, om een prachtig meer. Dat pretpark ligt rond een meer. Daar loop je eigenlijk een rondje omheen. Ja, World Showcase Lagoon. En dat is een prachtig meer, laten we eerlijk zijn. En dat is een beetje verpest nu door die enorme drijvende dingen voor die avondshow. Mm-hmm. Nou moet ik zeggen dat de oude fireworks bar die er vroeger lag, was ook al niet Moeders mooiste. Ja, maar die was toch een stuk kleiner. Die was ook plat, hè? Ja. Die lag ook gewoon plat op het water en die zag je overdag niet heel erg. En als je hem zag, dan was het, oh ja, vet, vanavond een show. En nu is het gewoon heel de dag, continu word je eraan herinnerd van, vanavond de show! Het is toch wat minder subtiel. Ja. 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 Maar bij Fantasmic in Disneyland, die heb jij gezien, ja. dan, ik weet niet hoe ze het doen, dan komt het complete, alle spullen die ze nodig hebben. Dat weet, ik heb dat niet van dichtbij zo bekeken. Okay, maar dat komt wel allemaal uit het water zetten of zo. Want overdag is dat gewoon de rivier. Rivers of America. Rivers of America. Ja. En s'avonds komt er als een soort Ravelijn slechterik uit het water een enorm podium zetten. Oh, dit is mij even ontschoten. Maar of hoe dat ook binnen wordt gevaren. Maar goed, op een gegeven moment is daar een podium. Maar wat ze nu dus gedaan hebben, is het vuurwerk getest. Ja. Het is een show met visuals, dus met visuele dingen. Ook met heel fontein en waterwerk, waar waarschijnlijk dingen geprojecteerd worden. Het is natuurlijk een viering van de Disney-melodieën, de harmonieën. Daarom Harmonious. Ja, ik hoorde Disney-figuren van over heel de wereld. Alle culturen die voorkomen in Disney-films. Dus of het nou Aladdin en zijn vriendjes is, of dat het die donkere meneer uit Seoul is, of dat het de tandarts uit Nemo is die in Zuid-Afrika of in Australië woont. Ja, nou, al die culturen. Eigenlijk alles gewoon behalve Nederland. Die wonen in harmonie. Ja. Op één planeet en daarom is het Harmonious. Ja, en ik heb een theorie gelezen of gehoord of zelf bedacht. Ik weet niet meer precies dat. Heb je die trailer gezien? Die hebben we ook op ons Twitter-account, Team TalkNL, getweet. Dat is het filmpje waarmee ze dus eigenlijk de 50-jarige viering aankondigen. Mm-hmm. En de muziek die eronder zit, daarin hoor je al een beetje A Whole New World. En dan weet ik niet of die muziek uit Epcot Forever komt, of dat die misschien uit Harmonious komt. Dus zou goed kunnen. Ja, maar Epcot Forever eindigde met een Whole New World. Ja, en toen werd al gezegd, dat is waarschijnlijk een voorproefje van. Ja, en ik denk dat nu nogmaals wordt bevestigd door die muziek in dat filmpje voor de 50-jarige celebration van Walt Disney World. Mm-hmm. Magic Kingdom opende op oktober 1971, dus 50 jaar later. Ik zou ze pas op 1 oktober 2021 Harmonious gaan vertonen. Zou ze denk gaan wachten, denk je? Na zomer, dat wel. Na de zomer al. Na 1 misschien oktober. Augustus, september al. Ja. Misschien een soort of oktober toch? Ja, ik weet het niet. Ja. Maar goed, en A Whole New World is natuurlijk van Aladdin, hè? Maar World, Disney World, Walt Disney World, dat is... Ja, daar is over nagedacht, dat is helemaal fantastisch. Ja. En Epcot Forever was natuurlijk een vuurwerkshow die hiervoor draaide. Met allemaal oude dingen uit Epcot. Ook dingen die al jaren gesloten waren. Heb jij die gezien? Of ja, die heb ik gezien. Ja. Ja. Er zaten allemaal dingetjes over fruit en veggies Horizons, en zo. Ja, allemaal dingen die ik nooit meegemaakt heb. Dat zat er allemaal hartstikke leuk voor de fans van 20 jaar geleden. Maar dat zat erin en dat eindigde dan met A Whole New World. Oftewel, dit was het oude Epcot en nu is het tijd voor A Whole New World. Wat eigenlijk door veel mensen als gek wordt gezien. Want je hebt natuurlijk de Magic Kingdom. Daar leeft Mickey Mouse. Daar leeft Cinderella. Ja. Daar leeft Aladdin. Die heeft een eigen kleedjesattractie in... maar denk jij niet dat Marokko een meet and greet met Aladdin krijgt? Sterker nog, die is er al. Daar is al jarenlang is daar een meet and greet met Aladdin. Dus dat is natuurlijk al wel een beetje erin geshoehorned. Maar de eindshows van Epcot, die hebben altijd in het teken gestaan van... De wereld. Mens, maatschappij, techniek. Vooruitgang. Vooruitgang, uitvindingen. Ja. Terwijl de eindshows in... Nou, Hollywood Studios of Magic Kingdom, dat is een celebration van de poppetjes. Daar komt een heel schip voorbij varen met Mickey aan het roer, met daarop 280 figuren. Ja, maar dat doen ze. Ik denk dat ze daarom dat het een harmonieus, een slim idee is, door te laten zien alle culturen van de wereld kunnen samenkomen. En dan om die culturen van de wereld uit te beelden, gebruik je bekende Disney-figuren. Dat is een beetje best of both worlds. Ja, precies. Dus ze vertellen wel dat verhaal van wat Illuminations eigenlijk al was. Ja. Reflections of Earth. Ja, geweldig. Dus dat ziet er goed uit. Maar wat mij opgevallen is, want daar vroeg je naar... Ja. Is dat het... ik heb namelijk bijna al die filmpjes op social media zitten kijken. Dus als één iemand die bijna heel die show heeft... dan filmen vanaf zijn balkon van zijn hotelkamer.
Nou, onvergetelijke vakantie dan natuurlijk. Hè? Mm-hmm. Dat is een onvergetelijke vakantie. Als je dat kunt zien op je vakantie. Ja, zeker. Die plek. Maar dat er heel veel vuurwerk in zit. En dat het gewoon ook weer dat vuurwerk, wat ik heel cool vind bij Illuminations altijd al. Epcot Forever had het ook. Dat er op een gegeven moment vanaf de rand van het meer naar het midden toe. Vloef van die dingen. Ja, ja, vind ik vet. Zit er weer in. En best gewoon echt wel veel pyro, zoals het heet. Dus echt veel klappers en dingen. En ik heb er niet veel verstand van. Maar het zag eruit als zelfs meer in de tijd van Illuminations. En dat was al een flinke bak. En dat vind ik positief. Dat valt mij op. Want ik was een beetje bang dat Disney misschien zou stoppen of vuurwerk zou afbouwen. Vanwege Save the Planet en Green en stikstof en CO2 en noem maar op. Maar ja, Disney compenseert dat, hè, zeggen ze. Mm-hmm. Die CO2-uitstoot en al die dingen. Nou, daar ben ik blij om, dat ze dus wel doorgaan met vuurwerk. Ja. Ja, daar ben ik ook wel blij om, want ik vind het altijd wel imposant als je bijvoorbeeld over de boardwalk loopt van Walt Disney World en je ziet in de verte, zie je het vuurwerk van Happily Ever After. Ach, en dan zie je aan de andere kant zie je het vuurwerk van inderdaad Illuminations. Ja, dat is toch wel dat vind ik ook heel gaaf. Iets wat eigenlijk alleen maar in Walt Disney World kan. Zoveel parken die allemaal hun dag afsluiten met vuurwerk. Ja. En een kleine tip is, als je naar Disney Springs gaat en je rijdt dan naar de Orange Garage, dan kan je naar het dak rijden met je auto. En als je helemaal naar het dak rijdt, dat is gratis parkeren, dan heb je uitzicht zo, dan kijk je over Epcot heen naar Magic Kingdom. En als je dan een beetje goed uitkijkt, kan je eerst Epcot zien en daarna Magic Kingdom of andersom. Maar dan zie je dan heb je gratis vuurwerkshows. Dan kan ik al best wel veel mensen te kijken, hoor. Ik sprak deze week met iemand die in Winter Garden wil gaan wonen, in Florida. Uh-huh. Dat is dus een, zie je het al, een soort kaatsheuvel. Uh-huh. En die ziet dus elke avond, zie je daar dus het vuurwerk van Magic Kingdom. Dat is toch geweldig. En waarom wil je daar gaan wonen? Ja, die wil daar naartoe gaan emigreren. Oh, echt? Ja. Wauw. Maar goed, dan heb je natuurlijk, als je daar eenmaal woont, dan heb je dus elke avond, heb je dus dat resortgevoel. Dat is toch fantastisch? Dat lijkt me echt geweldig. Maar goed, ik ben heel blij dat ze weer aan het oefenen zijn met het vuurwerk. Mm-hmm. Oefenen klinkt zo raar, hè? Alsof die vuurpijl een beetje moet oefenen van... Ja. Hoe moet ik zo? Iets hoger, Theo. Ja. Ja, nee, ja, maar... die mensen in Anaheim, want daar ligt Disneyland, het resort natuurlijk midden in een stedelijk gebied. Ja. Die mensen die daar wonen, die worden knetgek van dat vuurwerk iedere avond. Daar is het ook niet iedere avond, hè? Daar is het een paar honderd dagen per jaar. Oh, okay. Is er vuurwerk? Is er een max aan hoe vaak ze dat daar mogen doen? Dat was nog heel veel, hoor. Zeker één keer in de week. Zeker, minstens. En in de zomer en de hoogseizoen, iedere dag. Maar die mensen worden knettergek. Iedere avond om 10 uur is het... Zou die zeggen dat je gemiddeld per jaar zoveel vuurwerkshows mag hebben? Zou dat dan betekenen, nu ze meer dan een jaar dicht zijn geweest, dat ze dat dan mogen inhalen? Compenseren, de komende 3 jaar, iedere dag. Elke avond 2 shows. Dat denk ik niet. In Disney's Hollywood Studios heb je het vaak heb je het Fantasmic vuurwerk. Maar je hebt dan ook nog eens een Star Wars Celebration vuurwerk. Ja. Dus je hebt dan 2 vuurwerkshows in hetzelfde park na elkaar. Ja. Dat is helemaal bizar. Ja, je hebt natuurlijk bij de Efteling heb je natuurlijk Aquanura, waar de buurtbewoners ook last van hadden. Mm-hmm. Hebben in sommige gevallen buren kunnen dat horen. En ik zag wel dat toen de Efteling weer open ging, toen dat nieuws kwam met die persconferentie, kregen die mensen wel netjes een briefje. Ah, okay. Ze hebben zo'n vaste contactpersoon die altijd de buren aanschrijft. Ja. En dat iemand stuurt het altijd braaf naar ons door. Daar stond ook netjes in van, de Raad van State uitspraak is geweest over het uitbreiden van de Efteling. Dat mag. Nou, nog gefeliciteerd trouwens. Zeker. En ja, dat is ook wel nieuws. Maar daar stond ook in die mail meteen van, we gaan dan weer open. En vanaf deze tijdstippen is er weer Aquanura. Oftewel... Ja. Brace yourselves. Het is gedaan met de rust. Ja, ik woon in de buurt van het vliegveld. En ik hoor nu de laatste weken ook weer veel meer vliegtuigen over. Ja, weet je dat... Jij woont echt onder zo'n... In één lijn met de landingsbaan woon jij. Het valt zich wel mee, maar ik vind het... Ja, het doet mij denken aan de vakantie, dus ja. Het is, jij vindt het niet erg? Nog niet. Want het ook is... Jij woont in de buurt van een airline, van een airport... waar ook van die ochtendvluchten zijn, hè? Ja, daar slaap ik doorheen. Daar slaap je doorheen? Ja. Oké. Okay. Dan droom ik dat ik in een vliegtuig zit. Oké. Okay. Ik heb er wel zin om te dromen, hè, richting een vliegtuig. Richting een vliegveld te gaan. Bijvoorbeeld Orlando Sanford of zo. Of zoiets. Ja. Oh. Heb ik toch een beetje slecht nieuws voor je over Orlando Sanford gesproken. Oh ja, wat dan? Ik ging eens even kijken op de site van TUI. Ik dacht, verkopen ze die Orlando vakanties al? Eventueel met de vliegtickets van de KLM. Maar staat nog niet in het assortiment. Nee. Nee. Maar goed, dat komt vanzelf wel weer. Social media. Ja, daar kun je toevliegen. Aha. Dat is ons Twitter-account, ThemeTalkNL. Nee, dat is niet ThemeTalkNL. Dat is twitter.com/ThemeTalkNL. En dan kun je ons volgen. En dan blijf je ook nog op de hoogte van... Nou, niet per se het allerlaatste pretparknieuws, maar van dingetjes die ons opvallen. Conversaties die we hebben met luisteraars, met andere mensen. Hartstikke leuk. Dat is een supergezellige pagina. Meld je daarop aan. We hebben ook een Instagram.
Daar plaatsen we af en toe wat verslagjes op vanuit pretparken. Stories, noem het maar op. En we hebben ook een website. Dat is themetalk. Themetalk. Petje. Nee? Nee, themetalk. NL. Denk je van... Dat is gewoon onze website. Ja, ik dacht, even kijken of je me oplet. Teamtalk. Nee, ik was aan het lezen voor, voor de volgende dingen die we gingen doen. Was de administratie aan het doen. Ja, precies. Teamtalk.nl. En daar kun je een reactiepagina vinden. Ja. Daar kun je reacties sturen. En ik in zoveel tijd gaan we al die reacties doornemen. We krijgen de superleuke vragen binnen via die website. Soms mailen we mensen ook terug. Soms laten we het nog even in spanning en dan gaan we het in de uitzending behandelen. Dus mail je reactie of via teamtalk.nl/reageren. Mocht je ons wel echt heel leuk vinden, dan kun je ook een review achterlaten via allerlei podcast apps. En mocht je ons nou echt heel erg leuk vinden en denken, nou, die jongens die verdienen af en toe wel een eurotje van me, dan kun je ons financieel steunen via petje.af/teamtalk. Ja, dat is vrijblijvend. Kan je doen, betaal je een klein bedrag per maand. Dan krijg je ook toegang tot bonus content. De laatste die erop gezet is een Dubai aflevering, waarin wij uitgebreid voorpret hebben met de reisleider van onze Dubai reis. Die nu al zin in. Januari gaan maken. En dan nemen we even het hele programma door. Het is best leuk om te luisteren. Staat op petje.af/themetalk. En we hebben 2 nieuwe supports. Super. Deze week. 1 support is echt nieuw. Mm-hmm. Dat is Willem Balkenende. Kijk, dankjewel. Ik weet niet of die familie van is. Misschien wel, geen idee. En we hebben een resupport, zouden we kunnen noemen. Dat is Edwin Rasser. Dankjewel. Ja. De kinder DJ. Terug. De kinder DJ, ja. Ja, super. Ja, super. Zo'n knal uitlaat buiten. Dank daarvoor. petje.af/themetalk. En reageren doe je op themetalk.nl/reageren. Als je iets wil achterlaten. Moeten we het even hebben over dat bestemmingsplan? Nou ja, dat bestemmingsplan, daar is op zich niet heel veel nieuws uit te halen. Maar ik dacht, misschien is het leuk om iets te doen wat we niet zo vaak doen. Maar soms wel, is even een belletje plegen. Ja, dat hebben we een paar weken terug gedaan toen Hellendoorn als eerste pretpark van Nederland weer openging. En deze week gaan we bellen met Wessel Wit, de man achter Loopings, die van alles weet te vertellen over de uitbreiding van Prijzenrijk in de Efteling. Hallo. Hallo, Wessel, je zit rechtstreeks in Teamtalk. Hallo. Wat leuk. Ja, allereerst even de belangrijkste vraag, hoe is het met je? Het gaat uitstekend, want de pretparken zijn weer open. Ja, voor de duidelijkheid, de hoofdredacteur dus van Loopings. Hoeveel pretparken heb je al bezocht sinds de heropening? Toch wel een stuk of 10. En dan zijn er ook nog dierenparken, hoor ook nog bij tegenwoordig. En moet je dan iedere keer ook betalen voor je kaartje? Of laat die petpark je gratis bidden? Is dit een serieuze vraag? Nee, dat is een grapje. In de trant van, dat is wat mensen aan jou vragen normaal gesproken, denk ik. Ja, dat is waar. Word je dat dan nooit zat? Oh ja. Nee, want het is ja. Of ik wist niet dat er zoveel nieuws over te vertellen was. Ja, maar hoe heb je dat dan het afgelopen jaar gedaan? Tijdens corona, dan was alles toch dicht? Ja, nou ja, kijk op mijn site, dan weet je. Belangrijke vraag. We hebben eigenlijk 2 vragen voor je. 1 is, de Efteling heeft afgelopen week goed nieuws gekregen van de Raad van State. Dat de uitbreiding door mag gaan. Wanneer gaan we dat nou echt zien? Want de Efteling kwam een soort van cryptisch bericht met, ja, nu even niet. Maar jij weet vast meer. Nou, ik weet wat de Efteling zelf communiceert. En dat is dat ze willen in 2022 beginnen met bouwen. Dus ja, snelle rekensom leert mij dat dan waarschijnlijk is voor een opening in 2023. Dat verwacht ik eigenlijk. En of dat echt doorgaat hangt natuurlijk af van corona. Want als wij straks de Limburgse variant krijgen van het coronavirus en iedereen moet nog 6 keer gevaccineerd worden en de pretparken gaan weer dicht, ja, dan kan het nog wel eens uitgesteld worden. Ja, nou, dat kan niet wachten. De Limburgse variant, dat iedereen op straat loopt, wil je een stakje fly? Nou, dat is wel nice. Ja, als er straks Halloween weer in dat pretpark dan heb je zo een Limburgse variant natuurlijk. Ja, oké. Okay. Maar en wat gaan ze dan bouwen als het doorgaat? Ik verwacht, dus niet dat je dit nu losknipt en dan over 2 jaar gaat laten horen als het niet klopt. Maar ik verwacht... Dat zou ik dat nooit doen. Dat zou jij nooit doen. Maar ik verwacht dat het een grote circus tent wordt. Grand Circus Balancé met een familie-achtbaan. Met een lancering erin en misschien wel een lichthil erin en een plein met nostalgische Pikeriaanse kermisattracties. Met bijvoorbeeld ook een speelgebiedje erbij. En dat balancé, dat is echt het thema. Dus balanceren, dat komt volgens mij ook terug in die achtbaan, maar zeker ook in het speelgebied. En in het jaarverslag. Het is een beetje een eindelijk weer een attractie die teruggrijpt op het Pikeriaanse, het nostalgische. En maar hebben wij ditzelfde gesprek niet... Kleuren à la Carnaval Festival. Maar hebben wij in ditzelfde gesprek ook al niet 2 jaar geleden gehad eigenlijk? Want toen zat het er ook al aan te komen. Dus die plannen zijn eigenlijk niet echt gewijzigd.
Volgens mij niet in de grote lijnen, nee. Dat is ook trouwens wat Fons Jurgens zelf in de krant zegt, dat de plannen nog steeds hetzelfde zijn. Dat hij een achtbaan wil naast het Efteling Hotel. Ja, het zou natuurlijk kunnen, hè, dat ze ineens voor een heel ander thema zijn gegaan. Maar volgens mij niet. Oké, en dan is het Pikeriaans. Dus dan is het niet in de stijl van Max en Moritz en Nest. Nee, thank eindelijk God. Een keer iets in de Efteling wat niet is met felblauw, oranje, paars en groen. Okay. Ja, nee, maar dat risico... Wat meer ingetogen. Ja, maar dat risico loop je natuurlijk wel als je iets met circus gaat doen. Dan wordt heel snel... Ja, en zeker als je in de buurt doet van Carnaval Festival. Maar volgens mij is dat... Volgens mij, jij kent wel de Incredicoaster, hè, in Amerika. Ja, in ja. Disney California Adventure Park. Ja. Dat is een stalen achtbaan die eruit ziet als een houten achtbaan. Als zo'n nostalgische pier-achtbaan, helemaal wit. Ik denk dat je een beetje in die sfeer moet denken. Nou, Big Thunder Mountain in Parijs is ook gewoon van staal. Maar ook allemaal houten balken ertussen geschoven. Dus dat trucje doen ze vaker natuurlijk. Ja, het kan wel, ja. Ja. Oké, dat is dus stap 1. Dat is dus die uitbreiding daar. Maar jij had nog een ander scoopje deze week. Daarom wilden we eigenlijk even bellen kort. Want wij hoorden nieuws bij jou dat het Reizenrijk op de schop gaat. Ja. Maar ik neem aan dat jullie dat zelf ook wel hebben gehoord in de wandelgangen. Nee, dat is dus het ding. Dat hebben wij niet. Dus daarom dachten wij, we bellen jou. Want jij hebt blijkbaar een ingang bij de Efteling. Of laat jij je gebruiken door de Efteling? Zo van, om de fans een beetje klaar te stomen. Ja, dat het een beetje een Hugo de Jonge constructie is. Dat het net het is alsof het een lek is. Maar dat het eigenlijk meer een proefballonnetje is om te kijken hoe het publiek erop reageert. Ah. Ja, precies. Ja. Ja, als dat zo zou zijn, dan is het wel een geslaagd proefballonnetje. Want de reacties zijn in ieder geval positief op het plan om... het gedeelte bij Monsieur Cannibal meer in vogelrocksfeer te trekken. Of in ieder geval om het thema te veranderen. Ik pleit heel erg voor een Sinbad Storybook Voyage daar op dat Reizenrijkplein. Huppakee, dol of plat. Ik weet niet of er geld en plek voor is eigenlijk. Ah, vast wel. Komt goed. Nou, ja, dat panorama gebouw, dat kan natuurlijk nog plat. Is ja, dat niet... zou ik heel fijn vinden, maar ik weet niet of de Efteling dat gaat doen. Ja, dat is wel... echt nostalgisch, hè? Ja, maar het staat al wel jaren op de nominatielijst om een keer wat mee te doen. En dat wordt elke keer geannuleerd en uitgesteld. Eigenlijk had het al 10 jaar geleden opgeknapt moeten worden. Elke keer is het weer één verfbeurtje of één veranderingetje. Wordt een naam weer veranderd. Maar daar moet een keer natuurlijk echt flink geld in gestoken worden. Maar ja, we zitten nog steeds midden in corona. We hebben het over het veranderen van het thema van Monsieur Cannibal. Misschien wel aanpassingen bij Vogelrok. Het vervangen van het Doolhof. Nou, er komt ook nog een keer een circusachtbaan aan. Ja, waar ga je het geld dan vandaan halen om ook nog het restaurant mee te pakken? Ja. Ik zou het leuk vinden. Ja. Nou ja, Monsieur Cannibal in meer in vogelrokstijl. Dat wordt de eerste theepotattractie ter wereld in het donker. Nee, dat is niet waar. Nee. Ja, wie weet. Movepark Germany heeft ook al een... Movepark Germany heeft bij Dora the Explorer. Daar ligt ook zo'n theekopje ook binnen. Ja, maar in donker ook? Ja, dat is met Fairly Odd Parents. Overdekt. Dat vroeger. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Ah, dat weet ik niet. Nou ja. Pas niet echt opgelet eigenlijk. Nee. Maar zijn goed ik zit eigenlijk gewoon te denken aan eieren waar je in gaat zitten, toch? Dat is makkelijk. Oh, ja. Oh en in de eerste half van het Overland zijn ook overdekte theekopjes. Ah, maar dan worden de veganisten weer boos. Hmm. Denk je? Ja. Nou, dan geef ik het door aan de Efteling dat het geen geslaagd proefballonnetje was. Doe maar niet, oké. Wat ook leuk zou zijn, is dat ze het thema van Monsieur Cannibal gewoon zouden uitbreiden over dat hele gebied. Dat Vogel Rock een Monsieur Cannibal thema krijgt. Dat alles juist helemaal zo wordt. Dat je overal... Ja, ja, ja. Dat zou ook leuk zijn. Dat ze die vogel vervangen door een enorme donkere man met een pollepel door zijn neus. Ja, precies. Nee, maar wat natuurlijk wel gek is, als je dan straks... want ook het avonturendolhof verdwijnt volgens jouw bericht. Er zou dan ook iets anders komen, iets van een speelgebied in dat thema, begrijp ik? Ja, in ieder geval iets met water. Wat ik ervan begrepen heb, ik heb zelf de ontwerpen niet gezien... maar wel mensen gesproken die ze wel gezien hebben. En zij zeiden, het doet mij denken aan Nest, maar dan met water. Oké. Nou, dat vind ik dan niet een heel fijn vooruitzicht. Maar je krijgt wel een beetje een gek plein. Want je krijgt aan de ene kant heb je dan een theekopjesattractie in een vogelrokthema. Aan de andere kant heb je dan vogelrok. Maar in het midden heb je nog... Is dat niet een beetje gek? En halverwege is ook nog een van de niet afgestudeerde acteur Jokie en Jet te spelen. Ja, kijk, in het meest ideale scenario... Maar dit is natuurlijk niet realistisch. Zou je zeggen, die personeelsparkeerplaats die achter Carnaval Festival ligt... Mm-hmm. Daar maken we het Carnaval Festivalplein van. Dat wordt ook de ingang van Carnaval Festival. Daar kun je nog kleine Jokie en Jet in veel molens toevoegen met luchtballonnen en we gaan op reis. Ja. Dat zie ik helaas niet gebeuren, want dat is ook hartstikke duur. Het zou wel een mooi idee zijn. Dan kunnen al die acteurs ook daar naartoe? Ja, zo'n Mousa Chocolade Dark Ride erbij, maar dan met Jokie en Jet thema. Leuk! Met rode neuzen. Elk land een andere scène, andere muziek. Wat ik dan ook nog zie gebeuren is dat de Kikkersfontein weer terugkomt.
Nou, bijvoorbeeld, want dat was ook een groot succes. Dat was ook wel, nou ja, precies. Maar dat is allemaal toekomstmuziek. Nou, als je het over een waterspeelplaats hebt of zo. Ja, ja. Dat je voor Vogelrok een mooi plein kunt maken als je dat plein in twee splitst. Door dat hele die lelijke bestrating met die vierkante vlakken er nu op. Ja, het is als je echt, dat vervangt door iets sfeervolles met in het midden een groenstrook. Ja, dan zou je eventueel bomen gewoon ervoor kunnen zetten. Zodat je vanaf het plein bij Monsieur Cannibal en Vogelrok niet meer naar Carnaval Festival kunt kijken. Het belangrijkste is, kon jij op die Artist Impressions, hebben mensen daar ook gezien of de Broodje Unox-kar blijft? Daar moet ik het antwoord op schuldig blijven, eerlijk gezegd. En het valies, of dat heet niet meer zo. Jokies Wereld. Jokies Wereld, ja, je zit natuurlijk vast aan het Carnaval Festival stelletje aan die kant van het plein. Dus kijk, ik weet niet precies hoeveel er doorgevoerd gaat worden. De Efteling zit in geldnood. Echt waar? Ik heb er niks over gehoord. Dat zouden ze wat vaker moeten benadrukken. Maar het enige wat... Het enige wat ik wel met zekerheid kan zeggen is ook dat Monsieur Cannibal, daar zit de Efteling echt mee in de maag. Het is niet zo dat ze, want zij roepen natuurlijk in verklaringen steeds, het is maar een karikatuur en we gaan er misschien een keer naar kijken. Achter de schermen zijn ze er heel druk mee bezig om dat te veranderen, ja. Gelukkig maar. En ze denken aan een vogelrok thema daarvoor en dat is eigenlijk wel te prijzen. Want dan krijg je dus een beetje het Max en Moritz idee met losse themagebiedjes in de Efteling in plaats van een plein met willekeurige attracties eraan. Ja. En dan station Marenrijk, die twee moren die daar nog bij die klok staan. Is dat dan de volgende stap? Ik heb geen idee. Maar je weet wat ik bedoel, toch? Vind jij dat schandalig? Nou, ik heb daar niet echt een mening over, moet ik eerlijk bekennen. Nee, ik ook niet eigenlijk. Maar goed. Oké, nou, toch bedankt Wessel dat je weer 9 minuten en 17 seconden van deze podcast gratis hebt gevuld. Ja, ik denk dat je de helft van je luisteraars kwijt bent weer. Nee, helemaal niet. Nee, mensen vinden dat leuk. We hebben veel mailtjes gehad afgelopen jaar met waarin is Wessel weer een keer te gast. Nou, ik ben blij dat we dit weer in ere hersteld hebben. En ik denk dat ik zo van Maries weer een berichtje krijg met dit was weer de laatste keer voor de komende 2 jaar. En dan kunnen we het over 2 jaar er nog eens over hebben om terug te kijken. Maar dat is ook een beetje, 1 keer in de 2 jaar is ook een beetje de verschijningsratio tegenwoordig van de loopingspodcast, dat is toch niet? Ja, nou ja, wil jij anders een keer in de loopingspodcast? Of ik een keer de gast wil zijn in de loopingspodcast? Ja. Ja hoor. Waarom zou je dat doen? Nou, bij deze geregeld. Bij deze geregeld, ja, ik weet het wel. Heb ik weer een aflevering. Nou, top. Wessel, we spreken je later. Ik ga je ophangen. Heel goed, joe, hi. Deed je dat maar? Wat? Ophangen? Hem ophangen. Nou. Doe eens aardig. Nee, Wessel, vriend van de show. Wessel, vriend van de show. Ja, zeker. Ja. Wij kennen Wessel al heel lang. We hebben al op dezelfde opleiding gezeten, hè? Ja, de School voor Journalistiek in Tilburg. Ja. Dat is toch een broedplaats voor... talent. En voor ons. Ja. Hey, maar de achterkant van Carnaval Festival gebruiken als ingang, dat plein daar. Ik vind dat wel een aardig idee, ja. Ik ook wel. Laten we dat eens doen. Ja. Alsof wij erover gaan. Ja. Zo, besloten. Nee, dat is wel... Ja, je hebt daar natuurlijk nu, dat is daar... weet je hoe dat heet? Het bedrijventerrein van de Efteling? Zeg maar het personeelsparkeerplaats? Dienstencentrum. Weet je hoe dat heet? Heeft een naam? Nee. Wonderwerf. Oh, dat heeft een naam. Ja. Oké. Okay. Nou, dat zou best wel kunnen als je daar de ingang maakt. Maar daar zit ook dat Gildenhuis nog. Ja. Er zit ook die enorme remise van Vogelrok. Ja. Toch? Dat kijkt ook daar ook uit. Ja, dat zit wel echt om de hoek, hoor. Ja, zit daar wel. Ja, dat klopt. Dat zit daar wel. Ja. Dus, zit daar ook niet nog de kleding? De kleding zit er volgens mij ook nog inderdaad. De kledingmagazijn van de Efteling. Dus alle kostuums die je in de Efteling ziet, die komen daar vandaan. Worden daar gestreken, gewassen en gepoetst. Maar ergens, kijk, de Efteling moet ergens op het eigen terrein nog wel iets van een plek houden waar je allemaal logistieke dingen kan doen. Hè? Als er een... Dat zou wel goed zijn, inderdaad. Aan de andere kant, dingen als webcare, dat kan prima. Ergens in... Vanuit huis. Vanuit huis. Ja. Zitten die daar ook dan? Volgens mij zitten die allemaal in Ravelijn nu. Oh, Ravelijn. Oké. Okay, maar er zitten ook nog wel... Er staan nog wel kantoren daar volgens mij. Hmm. Maar ik weet niet of die nog echt heel erg intensief gebruikt worden. Maar ja, je zou dan best wel... Maar dan zou je bijvoorbeeld een doorsteek kunnen maken in het Anton Pieckplein. Mm-hmm. Je zou ook een stukje Anton Pieckplein nog kunnen doortrekken. Onder de grond. Maar dat wordt wel heel... Van die Disney Utilidors. Het wordt wel heel bijzonder. Ja. Maar goed, dat een interessant idee. En ja, ik vind het thema van Vogelrok. Vogelrok zelf is natuurlijk, heeft het opknapbeurt gehad. Ook weer, de sterretjes zijn er naartoe gevoegd en geluidseffecten. Dat is waar, ja. Maar ja, ik vind die attractie nog steeds, ik vind de vette achtbaan nog steeds. Maar het station is natuurlijk niet helemaal meer van deze tijd. Het is een beetje een verouderde attractie wel. Nee, ja, klopt. Ja, geopend in 1998 en dat zie je er ook wel aan af. Ja, maar dat is gek, want hij is maar 4 jaar jonger dan Space Mountain. Terwijl ik denk, als jij de gemiddelde Nederlander nu 7 in een... jaar. Space Mountain is zo'n 95, toch? Oh, wacht even, dat is een nieuwe... Ja, nee, ik zat er denk ik aan 2005, dat was bij Mission 2. 1995 inderdaad. Dus 3 jaar, is maar 3 jaar, jongen. 3 jaar, ja, inderdaad. Ja, en ik denk, als je nu de gemiddelde Nederlander meeneemt in Disneyland Parijs... en je zet ze in Space Mountain... en je rijdt naar Nederland en je zet ze in Vogelrok... en je vraagt, en dat zijn mensen die niks weten... en je vraagt welke van deze achtbanen is ouder... dan zegt iedereen,
Ik denk Vogelrok. Ja, ja, dat is toch gek? Ja, ja, ja. Het komt omdat, denk ik, misschien de wachtrij is een beetje... Ja, ze hebben voor Space Mountain destijds in 1995 gekozen voor een echt heel klassiek thema. Dus dat is redelijk tijdloos. En ook als je het gaat verbouwen met de Star Wars thema, dan nog is de basis heel erg, nou, tijdloos. Ja, ja, ja. Ja, ik zou het wel eens... Ik hoop dat het inderdaad... Dat het doorgaat. Want ik zie dat wel graag. Dat ze een Sinbad Storybook Voyage-achtig thema... Ja, natuurlijk niet de echte Sinbad Storybook Voyage. Dat zal nooit echt komen. Grootste, fantastische dark ride in Tokyo Disney. Maar je kunt natuurlijk wel het thema van wereldreizen. Dat past ook wel heel goed bij Reizenrijk. Dat past ook bij Carnival Festival. Ja, maar dan zeg ik... gooi Panorama neer. Ja, maak daar een mooi... Ja, dan zou je wel weer een Oosters Paleis aan het water krijgen... Ja, maar dan zou ik een iets andere stijl kiezen, als dat kan. Dus dan meer kasteel dan paleis, snap je? Zou je na Symbolica en na het kasteel van Don Roosje en na Fata Morgana... Nog een kasteel. Nog een kasteel. Ja, maar goed, en daar dan binnen... Dan wordt de Efteling echt een kasteel. En dan daar dan binnen een flying theater. Oh. Maar waarbij je een wereldreis maakt met de Vogel van Vogelrok. Nou, ik zeg geen nee. In Sinbad Storybook Voyage zit al een animatronic van Vogelrok. Mm-hmm. Ja. Dus wanneer komt er in Vogelrok een Sinbad animatronic? Er was meer pretpark nieuws deze week dan alleen de Efteling. Ik denk dat de Efteling nu wel aardig gecoverd hebben. Heb ik zo vermoeden. Nou, we hadden het net al heel even over... Het kwam even op het Oosterse thema. Hè? Mm-hmm. Het Oosterse thema in het land van Toos van Toverland wordt verder uitgebreid. Oh ja, er komt nieuwe muziek. Nieuwe muziek. Ja, luister vooral even de Toverland podcast. Fantastisch geproduceerd. Oh ja, ik heb na de eerste aflevering niet meer geluisterd. Oh. Maar ik ga morgenochtend, als ik in de auto zit, is het eerste wat ik doe... Heel goed. Is Radio 1. Nee. Het eerste wat ik doe is even luisteren naar jou. Ja, oké. Okay. Ja. Even de tweede aflevering over het personeel. En de derde aflevering, een gesprek met Peter van Holstein, de ontwerper daar. Ja. En die vertelde inderdaad dat... ik wist dat natuurlijk al, van de opnames. Maar goed, mm-hmm. De muziek is vervangen. Wacht even, jij had dus een pretpark nieuwtje. Ja. Dat wist je al enkele weken. Dat heb je van mij verborgen gehouden. Dat heb ik van jou helemaal verborgen gehouden. Yeah. Is dit voor vriendschap ook die wij hebben? Dat jij gewoon dit soort belangrijke informatie die ik moet weten... Gewoon, dat hou ik gewoon exclusief voor de show. Okay. Dan is jouw reactie meer authentiek. Nee, het is goed. Maar goed, de karakters van Toos en Morrel worden verder uitgewerkt. Mm-hmm. En de klimhoed wordt omgebouwd naar de Simsala Klim. Ja, dat is heel leuk, hè? Ik vind dat leuk. Ja. Die woordgrappen, ik hou ervan. En... Nou, ik denk wel goed dat ze die hal een beetje gaan aanpakken. Ja, nee, zeker. Die hallen, daar zit ook nu ze weer open mogen. Ja. Toch zit daar nog steeds potentie in, dat overdekte gedeelte. Dat denk ik ook. Ik denk dat we zo meteen in Dubai ook gaan zien hoe ze het daar hebben aangepakt. Ja, ik hoop heel erg dat dat ooit nog in Nederland en misschien het Overland of waar dan ook wordt opgepakt. Want het is Nederland natuurlijk echt niet altijd goed weer. Nee. En dan mag je bijvoorbeeld die speelhal na Fabula, dat is best wel mooi. Ik weet niet hoeveel... Nou, dat ziet er best oké uit. Dat ziet er best goed uit, ziet er best oké uit. Ja. Overdekte dingen is echt niet altijd verkeerd. Nee. Dus het concept... Heeft Shanghai niet ook iets van een overdekte gedeelte? Shanghai weet ik zo niet. Ik weet wel dat in Tokio heb je het Little Mermaid. Dat bedoel ik, Little Mermaid, ja. Ligt achter de vulkaan. Dat is echt een fantastisch gedeelte. Dat is ook binnen. Ja, weet je, je hebt toch altijd nog een dak waar je tegenaan kijkt. Dus het zal altijd een dak blijven. Ja. Maar hoe je dat dan inkleedt met inderdaad onderwater dingen... of lampen die je op een bepaalde manier afstelt of hoe dan ook... ja, daar kun je er echt wel heel veel magische dingen mee doen. Ik moet zeggen, het mooiste dat ik op dat vlak ooit gezien heb... en volgens mij is het in een aantal pretparken ook al wel gedaan... is het Venetian Hotel in Las Vegas. Mm-hmm. Daar hebben ze een stuk Venetië nagemaakt. Maar dat is binnen, want in Las Vegas is het in de zomer niet te hard, zo heet. Ja. Dus dat is binnen en daar is het plafond is gewoon... daar heb je gevels... van panden. En dan is en dan net achter die gevel is gewoon een betonnen plafond in een boog. En dat heeft een vent, heeft dat prachtig wolken daarop geschilderd. Ja. En dat wordt dan verlicht met fel ledlicht vanuit die cove die je dus niet kan zien. Ja. Waardoor het dus net daglicht lijkt. Ja. En dan heb je ook natuurlijk die gondeltjes die je in Venetië hebt. Ik heb ditzelfde ook gezien, maar dan in Macau. Dat is zeg maar in China. Las Vegas van Hongkong. Mm-hmm. Daar hebben ze dit ook nagebouwd. En ik was daar met een vriend van me. Die heb je ook een Venetië. Die daar ook geweest. Ja. Die zei van, nou, dit is precies als in Las Vegas. Ja, ja. Hier nog een stukje kleiner. Toen dacht ik, ja, het is eigenlijk ook gewoon geniaal. Het is heel simpel trucje. Het was heel grappig dat je dan vervolgens in die wolk wel een brandmelder zag hangen. Ja, maar die zitten dan wel in de wolken, want die zijn wit. En die regenen. Ja. Dus dat klopt dan ook. Ja. Dat was echt goed aangepakt, ja. Ja. Kijk, wat is het beste indoorgebied waar ik ooit ben geweest? Ja, ik denk wel dat Little Mermaid gedeelte. Dat was echt heel goed gedaan. Ja. En ik denk straks als we in Dubai zijn geweest, dan dat we dan in Dubai... dat DreamWorks gedeelte, bijvoorbeeld van
Ja, ik denk dat dat... Ja, dat denk ik. Maar goed, voor nu denk ik de Aerials Undersea... ik weet niet hoe dat precies heet, dat gedeelte. In Tokio, ja. Even terug, want Toverland dus, die hallen... dat is dus het nieuwtje, nieuwe muziek. Waarom nieuwe muziek? Was het nodig of... Nou, officieel is dat natuurlijk omdat ze met die nieuwe visie van Tozer Morrel willen ze daar een... het wordt wat minder kakofonie, dus het is veel meer nu... Aan één kant heb je zeg maar een Oosterse magie, muziek. Ja, ja. En dan 20 minuten. En aan de andere kant heb je een Westerse magie, 20 minuten. Maar dat loopt synchroon, die muziek. Ah, dus ja, dat, ja. Dat gaat nooit als één grote kakofonie klinken. Er is één grote IMA-score-feest. Ja, dat is natuurlijk wel zo. Daarvoor draaide muziek van Maarten Hartveld. Ja. En die componist, die maakt mooie muziek. Maar die alleen, geld! Nou... Die heeft een soort... Ik weet niet waarom dat is, want... Ze noemen hem ook wel Maarten Hartgeld. Nee, maar als ik zijn naam hoor, gaat het altijd over geld. Ja, en dat is jammer. Maar als je hem googelt, is het eerste wat je ziet is... Maarten Hartveld, want meer geld. Rechtszaken, dit en dat. Terwijl, ik heb hem gehoord in een interview met de Vijf Zintuigen podcast... met After Park Lounge. Ja. Al een paar maanden terug, al half jaar, misschien een jaar geleden. Maar ik vond hem daar echt niet onsympathiek overkomen. Het is niet zozeer dat hij... Met de parken heeft daar nooit problemen. Het is puur met de Buma Stemra. En... Dat is denk ik de hele crux. Waarom Buma Stemra ziet speciaal voor themapark gecomponeerde muziek... ziet Buma Stemra niet als speciaal gecomponeerde muziek. Die zien dat als je zoveelste radiostation op een tank, op een benzinepomp. Die zien dat gewoon van, ja, dat is gewoon muziek. Dus destijds werd tegen Maarten Hartveld gezegd... de muziek die u nu maakt... Dat is jouw pensioen, hoor. En voor de Efteling heeft hij muziek gemaakt. Voor het Overland heeft hij muziek gemaakt. Voor Europa Park heeft hij muziek gemaakt. Al die parken dragen daar duizenden, tienduizenden euro's per jaar vooraf. Richting Buma Stemra. Omdat hij daar, net als vele, vele andere componisten, werd aangesloten. Maar vervolgens, als Buma Stemra overgaat tot eruit betalen... Dan zeggen ze, oké, even kijken, Efteling, zo'n vierkante meter, oké. Okay. En dan dat en dat, die klasse, daar valt de muziek in. Even kijken, Toverland, zo'n vierkante meter, ja, is goed. Nou, Europa Park weet ik dan niet hoe dat zit, want het is natuurlijk Duitsland. Mm-hmm. Dat zal in Duitsland wel zien, de Buma Stemra, ik weet niet hoe dat daar heet, de Bernhard Stemra. En die zeggen, nou, dat is zoveel vierkante meter voor Abattoir Atlantis. Ja. Yeah. En dan zeggen ze tegen Maarten Hartveld, nou, we hebben het opgemeten en u krijgt, voor dit jaar krijgt u €2,08. Of zo. Dat slaat helemaal nergens op. Maar dat heeft puur te maken... Nogmaals, Maarten Hartveld heeft geen problemen met de petparken. Het petpark heeft ook duidelijk toegelicht in die aflevering. Echt een aanrader. Luister even terug. After Park Lounge. En hij doet daar zijn verhaal uit de doeken. En ik denk dat dat ook mede een aanleiding is voor de Efteling. Ja. Een paar jaar terug. Toverland. Europa Park nu ook. Want de muziek van Abattoir Atlantis is ook vervangen. Ja. Het gaat allemaal om geld. Zoals Bassie en Adriaan al zongen... Alles in de wereld draait altijd om geld. Er was nog één Nederlands pretpark nieuwtje. Dan moet ik even van jou vragen. Er gaan beelden rond op social media van Nest, de speeltuin in de Efteling, die wij eigenlijk vakkundig wilden negeren. Ja. Maar nu er iets negatiefs over te melden is, wil ik er toch aandacht aan besteden. Nou laat ik eventjes... Nou, dan ga ik het even zo zeggen. Oké. Ik was afgelopen zaterdag, dus gisteren, bij de Escape Room, ligt in Waalwijk. Ja. We hadden heel even een paar uurtjes tijd. Toen dachten we, gaan even een broodje halen. Doen we even een Efteling, want dat is 5 minuten rij. Ja. En toen zijn we even naar Nest gelopen. Ja. Er stond een rij. Met wat druk. Mensen vonden het leuk. Kinderen lachten. Ik ben heel veel naar binnen gelopen, want op een gegeven moment mochten we doorlopen. Ik heb rondgekeken, ik heb het aanschouwd. Ik blijf het niet per se de allerbeste toevoeging vinden van de Efteling. Maar ik vind het bedrijfstechnisch wel een logische keuze. Want ik heb nog nooit zoveel kindergelach en plezier gehoord in Ruigrijk als nu. Dus ik snap het technisch gezien wel. Okay. Maar het had ook op een heel andere manier kunnen worden geïmplementeerd. Het had ook mooi kunnen zijn. Precies. En het punt is nu dat op Twitter zijn er een beeld rondgegaan van allerlei uitstekende schroeven. Ja. Niet als in uitstekend. Van, heel goed. Uitstekend. Uitstekend, heel goed. Lekker die hoofdjes openhalen. Lekker die fontanel er langs schuren. Er zijn wat van die apparaten waar... Die zijn in elkaar geschroefd. Ja. En daar steken zo'n 5, 6, 7 van die... Dit kan toch niet? Schroefpunten steken eruit. Dit kan toch niet? Nee, ik vind dat in een speeltuin van 2 miljoen... dat daar minstens iemand met een veldje eventjes dat had mogen wegpoetsen. Of met van die rubberen doppen erop, weet je. Ja, maar ik denk dat dit nu... Dit is uitgegaan. Ik denk dat dit binnen 2 dagen is... maar dat is 2 dagen te laat. Oké, zo belangrijk is het ook weer niet. Ja. Dat is de Efteling. Zullen we dan nu Nederland afsluiten? Nederland is al afgesloten genoeg geweest afgelopen jaar. Nee, maar dat we duurt. Ja, dus ja? Oké. Want jij wil? Even naar de United States of A. Oh, ja. Want in de United States of A is ineens heel wat te melden afgelopen week over Halloween. Mm-hmm. Een aantal dingen. Bijvoorbeeld SeaWorld gaat Halloween doen.
die gaan Howlow Scream doen. Oké, okay, ja, volgens mij deze dat al, heeft het daar heel vaak al zo geheten. Ja. Maar het was op een gegeven moment naar Busch Gardens. Daar zit het ook. En ja? Nu dus ook in SeaWorld. Oh, ik wil zeggen, want ik ken de term wel. Ja. Ja. En het aardige is dat dus, dit betekent dat dit najaar alle drie de resorts in de grote pretparkresorts in Orlando, Universal, SeaWorld en dus Disney, alle drie nighttime extra hard ticket events hebben tijdens Halloween. Hello Scream. Wat vind jij de beste? Howl-o-scream. Dus howl is dus van een huilende weerwolf. Ja. Wat vind jij de beste Halloween-woordgrap? Nou, ik vind, want Disney heeft nu de Boo Bash. Ja. En de Halloween Horror Night, zo heet ze gewoon bij Universal. Ik vind, je hebt dus Knott's Berry Farm. Mm-hmm. Dat is een pretpark in de buurt van Disneyland Anaheim. En dat Knott's Berry Farm wordt dus omgevormd naar Knott's Scary Farm. Dat vind ik wel heel goed. Ja. En hier in Nederland hebben we Dippy Doo. Mm-hmm. En Dippy Doo gaat met Halloween door het leven. Nee, als zeg het nee. Dippy Boo. Ah. Nee, is het echt, ja? Heerlijk. Ja. Maar wel gaaf. SeaWorld geen Halloween. Ik wist niet dat ze daar geen Halloween hadden, maar dat is wel logisch natuurlijk. Want ja, dus heb je al van die orka's. Ja. Ze hebben in het verleden wel al vaker Halloween dingen gedaan. Oh, maar nu gaan ze dus voor het eerst weer echt groot met een hard ticket event. Mm-hmm. Een stuk goedkoper trouwens dan Disney. Want bij Disney ga je al richting de $120 voor een avond. Dit kost vijf tientjes. Mag je om 4:00 middags naar binnen, hè, bij Mickey's Nassau Scary Halloween Party. En dan ik zie hier even geen tijden bij staan. Ja, maar dit zal ook gewoon heel de avond wat duren. Meestal is dat om 4:00. En dan tot 1:00 of zo. Ja, maar erbij. Dat is best wel een goede deal. Want voor $120 heb jij dus onbeperkt drinken, volgens mij. Onbeperkt ijsjes. Een beetje mm-hmm. als net als met die After Hours voor jou. Hè, ja, die candy dingen staan overal opgesteld. En heel veel shows en parades. Maar daar komen al die mensen voor. Iedereen die naar die Mickey's Nassau Scary feestjes gaat, waarvan er zo'n 30 worden gehouden ieder jaar. Mm-hmm. In een paar weken tijd. Het begint al in augustus. Begint in augustus. Ja. Iedereen komt voor die extra dingen. Dus als jij niet heel veel tijd hebt en jij wilt toch de highlights van de attracties mee pakken, ga naar zo'n Mickey's Nassau Scary Halloween Party. Ja, het kost je ongeveer evenveel als een dagticket. Ongeveer als een dagje, maar je kunt om 4:00 naar binnen. Tot 1:00 s'nachts. Dus heb je 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Heb je 9:00 de tijd om attracties te doen met soms een walk-on. Dat je zo erin kunt gaan zitten. De Seven Dwarfs, ja, dat is niet 2 minuten wachten. Maar dan ben je in 20 minuten zit je erin. Dan gaat je overdag niet lukken. Nee. Plus, er zijn geen fastpassen tijdens de Mickey's. Nou, moet ik zeggen, ik ben 1 keer op zo'n Not So Scary Halloween geweest. Dat heb ik wel verteld. Illegaal dan was ik er. We waren zo lang in de attractierij gestaan. Maar toen we eruit kwamen, was het begonnen. Ja. Toen waren de wachttijden niet kort, hoor. Niet extreem kort. Oh, nee. Dus die avonden zullen vast bestaan. Wanneer was dat? Was dat in oktober? Ja. Ja, dan ga je richting precies, Halloween zelf richting toe. Halloween. Ja. Maar als je in augustus of zo gaat, september. Niks van hand. Maar goed. Oh, ik heb zin in een reisje Orlando weer. Ja. Maar ik vond het gewoon aardig om te zien dat die parken allemaal dus al druk bezig zijn met Halloween. En ja. dat dus ook waarschijnlijk doorgaat. Mm-hmm. Waarbij bij Disney nog steeds een kanttekening is hoe groot zal het entertainment zijn. Dus ze houden enorm slag om de armen qua parades. Ja. Er zijn cavalcades zijn er dan. Hè? Ja. Maar of die grote Halloween parades, misschien dat ze altijd nog kunnen opschalen mochten ze meer mogen tegen die tijd. Ja, cavalcade moet je echt zien als een soort bakfiets die dan door de straat rijdt met een pop. Maar ik vond het wel aardig. Vond het aardig nieuwtje. Er was nog een ander nieuwtje wat ik interessant vond. Vooral omdat het mij een beetje opviel, het bedrag. Namelijk Dollywood. Mm-hmm. Van Dolly Parton. Dat is nou het attractiepark van Dolly Parton. Ik ben daar nog nooit geweest. Ik zou daar wel graag een keer naartoe willen. Ja. Dollywood is gaan investeren. Mm-hmm. En nogal flink. Ze hebben een investeringsplan voor de komende 10 jaar bekendgemaakt afgelopen week. En dan gaan ze $500 miljoen in dat park steken. Er komt een nieuw hotel, 302 kamers. En het wordt Dollywood's Heartsong Lodge and Resort. En het gaat er zo uitzien. Ik laat je even het plaatje zien. Oh, dat ziet er vet uit. Dat groot, is een groot gebouw, heel veel ruimte, heel veel ramen, heel veel. Ja, het is een beetje het Sequoia Lodge. Ja. Doet een beetje aan Denk Kasteel. Ziet er snel van uit. Het komt naast het Dreammore Resort. Maar ze hebben al $220 miljoen geïnvesteerd sinds 2010 in het park en de omgeving en de extra hotels. En nu komt er dus $500 miljoen bij, ook in het park. 500 miljoen, daar kun je dus een Pandora voor bouwen. En Dolly Parton heeft dus op een persconferentie de pers te woord gestaan. Mm-hmm. Dolly Parton, hè? Deze vrouw heeft echt, die heeft nog meer plastic in de hoofd dan dan Nest. Ja. Maar goed, Dolly Parton. Mijn moeder was altijd fan van haar, dus ik moet even lief zijn voor haar. Nee, maar is ook een held natuurlijk, een heldin. Hè? Mm-hmm. Zij zegt, I'm always dreaming and coming up with new ideas and things I want for our guests to experience. Dat is wel lachen, dat is gewoon zo'n bekende
zo'n bekende naam gewoon eigen pretpark heeft. Ja, en ze zegt, de Smokies, dat zijn die het gebergte natuurlijk. Ja, dus, Smoky Mountains, ja. Ze zegt, things are looking brighter voor hun na corona. Ja. And with the popularity of the Smokies soaring, there are more people than ever wanting to visit our area. En nou, ze bestaan inmiddels al 35 jaar. En nu dus de Heartstrong Lodge and Resort komt erbij. En dus ook nieuwe attracties waar ze nog niks inhoudelijk van bekend hebben gemaakt. Maar het is wat ik heel interessant hier aan vind, is 220 miljoen de afgelopen paar jaar geïnvesteerd. Nu dus $500 miljoen erbij. Nou, we hebben natuurlijk de grote ketens in Amerika. Disney, Six Universal, Flags. SeaWorld, Six Flags en de Cedar Fair Groep. Dat zijn gigantische bedrijven. Ja. Daar hoort dit niet bij. Dat is een individueel, losstaand park. Het is één park. Wat dit soort enorme bedragen investeert. Dat kennen wij. Dit is 10 keer Symbolica. Minstens 12, 13. Keer, ja, met dollars iets goedkoper dan de euro op het moment. Maar dit zijn gigantische bedragen die zij investeren. Ik vind het echt machtig interessant dat dat dus kan. Maar als individueel park. Wordt wel uitgesmeerd over meerdere jaren, geloof ik, toch? Ja, de komende 10 jaar. Ja, daarom. Dus, maar goed, het is mega. Misschien is het geld lenen wel heel goedkoop en interessant nu net na de crisis. Ja, dat is ook zo. Willen ze alle bedrijven uit slop trekken? Ja. Nou, heel goed. Lekker doorbouwen. Maar dit moeten ze hier ook doen, jongens. Dit moeten de parken in Nederland ook doen. Ik wil gewoon een keer zo'n persconferentie hebben. En dat dan Marcia van Til daar staat en zegt: Walibi Holland, komende 10 jaar investeren we 1 miljard. Ja, nou. We gaan heel de Flevopolder volbouwen met alles attracties. Platwalsen, ja, precies. Ik verwacht dat we kopen Almere. Oh. Nee, weet ik niet. Ik verwacht binnen een paar maanden wel hier en daar wel wat interessante aankondigingen. Want we komen net uit de crisis. Het parkje willen we even goed in de kijker staan. Ik denk dat we dat nu gaan krijgen. Ja. Verwacht ik. Denk ik wel. Ja. Hoop ik, in ieder geval. Ik hoop het, wat ik zo zeg. Als we dan toch in Amerika zijn, moeten we toch eventjes naar Disney's California Adventure, waar dus de Avengers Campus is geopend. Oh ja, dat heb jij allemaal een beetje in de gaten gehouden. Nou ja, ik heb gewoon de dingen gezien op social media, zoals ze er zijn. Heb je er niks van meegekregen? Ja, ik heb even. Nou ja, ik wilde het hele filmpje kijken van Spider-Man Web Slingers. Maar ik heb er doorheen gespoeld. Van echt, alle mensen, wat is dat thuis? Vond je het saai, hè? Ik vond het echt heel saai. De voorshow bestaat uit een tafel vol met troep. 2 schermen waarop je Tom Holland ziet met. Hallo, even. Tom Holland. Ja. Tom Holland. Tom Holland. Tom Holland, die komt daar gewoon een beetje gewoon verhaal Tom vertellen. Gewoon Spider-Man. En nou, daarna moet je in zo'n ding zitten. Ja. En dan denk ik, gaan ze mij entertainen? Ja. Moet je zelf met je armen allemaal gebaren maken? Hey, hoezo? Ja, precies, ik betaal jou toch om mij te entertainen? Het is en ga je een beetje mij allemaal dingen laten doen? Ja, het zie het als een soort. Nou ja, het gaat erover dat er is een robotspin. Die kan zichzelf klonen. Gewoon een robotspin? Een robotspin, die kan zichzelf klonen. Ja. En dan kan die kruipen allemaal het raam uit. Die bedreigen de hele stad. Nou, en dan komt Tom Holland. Die komt dan met zijn pakkie. Die gaat het dan. Die kan dan zeggen: nou, ik ga de spinnen verdelgen. Kom je met me mee? En dan ga je in een bakkie. En dan moet je met je armen allemaal dingen doen. Ja. En het is nou echt. Het is mouse uit chocola. En die is leuk. Maar dan dus de niet leuke variant. Ja, het is een interactieve attractie. Dus inderdaad. Echt, werkt er geen zak aan. Nee, maar ik denk dus als jij een on-ride video nu gaat kijken van dus. Nou, Mouse en Chocolat, of van Toy Story Midway Mania, of van Popcorn Revenge. Dan denk je, ja, wat is het saai, weet je. Je rijdt een ruimte in en een spelletje op het scherm en je gaat weer door naar de volgende ruimte. Ja, maar met een attractie die zo gehyped is, die zo veel moet betekenen voor dit gebied. Een gebied wat zoveel moet gaan betekenen voor een park als de Walt Disney Studios in Parijs. En er moet nog een Avengers simulatieattractie komen, hè? Huge dan? Ding. Die krijgen we in Parijs niet, maar die moet Anaheim nog gaan komen. Ga maar even over Frankrijk, want in Frankrijk krijgen we dit ding al. Ja. Krijgen we dit ding wel. Dit wordt nu gebouwd in Parijs, dit. Ja. Ja. Nou. Je zit dus in een karretje, 4 mensen op een rij en dan kijk je door glas heen naar een scherm. En dan kan je met je handen kan je dan spiderwebben. En ik dacht, het is iets met augmented reality. Dus je krijgt geen bril op, want het zit allemaal in die ruit of zo. Maar, dat is ook niet eens het geval. Nee. Je zit gewoon in een soort glazen bak. Ja. Ja, sorry hoor. Ik vind er echt. Nou ja, goed. Niks aan. Wat ik wel leuk vond, was die wegschietende animatronic bij die stuntshow. Ja, ze hebben dus een stuntje op het dak. Dan zie je dus Tom Holland. Tom Holland. Dat is gewoon een stagiair in een Spider-Man pak. Ja. Die doet wat freerunning stuntjes op het dak. En dan opeens dan telt hij af naar de grote stunt. En dan is het natuurlijk niet hij, maar dan vliegt er een enorme Spider-Man door de lucht. Ja. Maar dat is een pop. En daar hebben ze, er zijn natuurlijk een tijdje terug al viral beelden van gegaan, hoe Disney hiermee experimenteerde. Volgens mij zoals in de Imagineering Story. Ja, zat het ook in. Ja, klopt. Ja. Ja. Dus dat ziet er fantastisch uit. Dat is cool dat ze het hebben. Ja.
Het is een leuke show. Er zijn nog meer shows, hè, met nog wat andere Avenger-figuren. Ja, met Doctor Strange. Maar ik ben het wel met jou eens. Een goochelshowtje. Als je het, gewoon het gebied bekijkt... Maar dat hadden studioparken wel vaker last van. Het is stedelijk gebied wat ze nagemaakt hebben. Het thema van Marvel is inderdaad superhelden... die op het doek ontzettend imponerend zijn... met bam, geluidseffecten, lichteffecten, ja. Flits, close-ups. Komt er in een pretpark niet over? Dat komt niet over in een pretpark. Nee. Ik vind het ook een moeilijk thema. Ik vind het superheldengebied... Ik weet de naam niet eens. In Islands of Adventure van Universal. Ja. Is ook niet... Vind ik ook niet Superhero Island? Ja, vind ik ook niet mooi. Vind ik ook, nee, dat is ook daar zijn allemaal kartonnen borden. Ja. Ja, ja. Ja. En hier bij Disney hebben ze dan echt stedelijk gebied nagemaakt. Waar dan zogenaamd Avengers zitten. Ja, nou, dus ja. Je gaat naar een pretpark om te escapen aan de buitenwereld. En je komt vervolgens in je eigen city terug. Ja. Ja, ik denk wel dat die Spider-Man Webslingers attractie... dat wel een toegevoegde waarde heeft voor Parijs. Het is een interactieve dark ride. Het vooral een toegevoegde waarde voor Disney. Want je kunt met een upsell pistool van $60... Ja. Kun je één keer per dag... kun je in die attractie om je beleving sterker te maken. Ja. Ja, dus dan je moet schieten met je handen in dat spel. Ja. Hè? Dan moet je die robot spinnen en wegschieten. Ja. En je kan dan een wapen kopen in de winkel, de souvenirwinkel. Die kostte dat $60. En dan kan je schieten en dan schiet je makkelijker. Ja, dan kan je één keer per dag doen. Op de Twitterpagina van Jim Shull, engineer van Disney... dat ding dus maar één keer per dag werkt. Ja, vind ik een waanzinnig idee. Dus een proef gaat natuurlijk nooit iemand doen. Ja, gaan 100.000 influencers en vloggers en Simons gaan het allemaal doen. Beetje hetzelfde als met die light ears die ze jaren terug hebben in... dat hebben ze geïntroduceerd als een soort nieuwe manier om een show te beleven... Dan zet je dus oortjes op, de Mickey-oortjes, met daarin allerlei ledjes, die ledlampjes. En die bewegen mee met de show. Dat is heel leuk voor iedereen om je heen. Maar jij zelf ziet het niet, want zijn oren op jouw hoofd. Dus dan betaal je $20, $25, omdat mensen om jou heen dan die lampjes kunnen zien. Ja, dat staat nergens op. Dus, nou ja. Maar goed, die extra superkracht die je kan kopen, ik vind dat stom. Want ik vind namelijk dat je betaalt al voor de attractiebeleving. Ja. Waarom moet je dan nog bijbetalen? Ja. Voor nog betere attractiebeleving. Ik hoorde ook een interessante discussie over in de Disney Dish podcast. Ja, met Lentessa. We krijgen het in Parijs ook, dit themagebied. Hm. Het ziet er wel fris en mooi uit, dat moet gezegd worden. En ik denk wel dat... Ja goed, er was eerst op deze plek in Anaheim en California Adventure was A Bug's Life. Het was niet zo'n mooi themagebied, vond ik zelf. Gewoon een lelijke... speeltuin, een soort van nest. Mensen op YouTube vroegen als ze onder het filmpje van Doctor Strange's Magic Show... Mm-hmm. Vroegen ze, what is this crap? Bring back Heimlich's choo-choo train. Ja, goed, dat kan. Disneyland Parijs vervangt het Armageddon. Nou, we kunnen zeggen dat dit een betere attractie is dan Armageddon. Nou, dat weet ik niet. Ik vond Armageddon op sommige punten wel imponerend. En dat heb ik nog niet gehad met Avengers. Ik denk dat dit een betere attractie is dan Armageddon. Ja. Ook omdat je hebt er gewoon veel meer ervaring mee. Het is voor gezinnen is het leuk. Nou, ja. Weet je niet dat Parijs heeft geen Toy Story Midway Mania? Nee, ja, wel een Buzz Lightyear, maar die staat in een andere park. Ja, dus ik denk dat het goede zaak is. Ja. En Parijs krijgt in dit themagebied nog de Iron Man achtbaan. Hè? De oude Rock'n'Roller Coaster wordt nu omgebouwd. Dus... Dat heeft al best wel meer bord. Dat ding wordt ook al 3 jaar omgebouwd, maar goed. Ja, wat duurt dat lang? Ja, Frankrijk. Wat duurt dat lang? Ja. Iedere dag een miljard stokbroden bakken, maar een themagebied ombouwen... Waar denk je dat die term Franse slag vandaan komt? Manjana. Nee, dat is helemaal geen Frans. In Tokyo Disney Resort is in april 2018 aangekondigd... dat daar in 2023 3 nieuwe themagebieden verschijnen. Ja, Fantasy Springs. Ja, met 2 hotels... Met dark rides, met allerlei attracties. Nou, als je nu op allerlei Japanse Twitter-accounts kijkt... die over Disneyland gaan... dan zie je de hoogste stellages al. Het staat om half af, is het al. En in Parijs is een beetje grond heen en weer geschoven of zo. Dus ja, dat is echt... Dat bouwtempo, dat is echt niet te vergelijken. Nee. Vreselijk. Ik wilde dus nog 1 ding met jou bespreken... Mm-hmm. En dan wil ik het met jou even hebben over hotelkamers. Oh. Omdat er weer best wel wat nieuws was over de hotels die opengaan bij Walt Disney World. Hè. Je hebt natuurlijk het Star Wars hotel dat opengaat. Ja. In Disneyland Parijs worden nu langzaam een aantal hotels omgebouwd. Het Disneyland Hotel bijvoorbeeld. Ja, en natuurlijk de trek van allemaal Art of Marvel Hotel New York. Precies. Dat was ook een beetje de aanleiding om het over te hebben. Mm-hmm. En wat erbij opviel is dat... Het zijn thema-hotels,
dus bijvoorbeeld Hotel New York is echt was altijd een themahotel, alsof je in New York verbleef. Dus de hal was een soort van Manhattan-achtige lobby van een groot gebouw. En dus dat was heel veel, hoe noem je die stijl? Die New Yorkse stijl? Art Deco, weet je, die zat helemaal daarin. Ja. Maar wat je nu ziet bij Disney, valt mij op de laatste tijd, is dat al die hotelkamers zien er gewoon uit als standaard hotelkamers. Weet je, als je mij een foto stuurt van een Disney hotelkamer en daarnaast die van een net verbouwde luxe Van der Valk, dan zie ik het verschil niet. Ja. En dat is ook een beetje met Efteling Hotel, hè? Met die laatste verbouwing. Ja, dat komt denk ik omdat dat mensen willen niet 24 uur per dag in die pretpark. Ja, dat vraag ik me dus af. Want wat is nou nog de meerwaarde van slapen? Achter, dat je eventjes tot rust kunt komen. Maar inderdaad, als je dat wil, dan ga je toch naar Bosrijk. Ja, want wat ik zo gek vind is dat bij de alle nieuwe Disney hotels die ik zie, of alle nieuwe, ook Efteling Hotel dus, maar ook bij andere parken, is dat je steeds meer ziet is dat het gewoon moderne hotelkamers zijn met accenten van het resort waar je bent. Ja. Dus bepaalde dingetjes zijn dan een beetje Disney of een beetje Efteling of een beetje Marvel. Ja. In Hotel New York zijn gewoon luxe moderne hotelkamers met een Marvel schilderij aan de muur. Ja. Ja. Alsjeblieft, thema. 40 euro per nacht extra. Ja. Ja, dan slaat, ja. Wat is dat nou? Ja, ja. Terwijl ik zat te denken, is niet juist de trend, zou de trend niet moeten zijn, veel meer echt die thema-overnachtingen, zoals wij hebben gehad in Fantasialand bij Charles Lindbergh, het hotel. Ja, maar dan moet je misschien kijken naar het nieuwe Plopsa Hotel. Want dat is een en al Studio 100. Dan heb je zelfs themakamers dat je kunt slapen in de stijl van, ik zeg maar wat, een Megamindy. Maar dat willen mensen toch? En, of zie ik zeggen, nou, zie ik nou verkeerd? In bed liggen. Maar zie ik nou verkeerd dat mensen dat willen? Dat de trend in de pretparkbusiness is steeds meer Van der Valkig? Ja. Maar dat het veel meer juist die thema moet zijn. Nou, de trend in pretparken is veel meer themabelevingen. Zelfs elke deurklink moet nog worden uitgeïmagineerd. Ja. Terwijl als je in een hotel gaat slapen, dan is het inderdaad nogal... Nou, karig, Van der Valken. Karig wil ik niet zeggen, maar is het inderdaad heel erg teruggebracht. Mercure, Ibis. Nou. Oké, ik overdrijf een beetje. Ja. Ik denk dat papa en mama willen toch vooral een beetje tot rust komen. En die kinderen die hebben overdag een pleziertje wel in de park zelf. Ik zie met vrienden van mij op Instagram. Die gaan nu allemaal, want die moeten allemaal in Nederland op vakantie. Dus die kunnen dan niet naar het buitenland. Ja. Die zie ik allemaal slapen op van die hele bijzondere locaties in Nederland. Weet je, die huren dan een tipi ergens midden in een weiland. Of ik zag laatst iemand die zat in een boomhut. Of Pieper iemand de clown wagen. Ja, en iemand die sliep in het wachthuisje van een brugwachter uit 1800. Weet je, waar je nu kan slapen. Het zat allemaal op Airbnb. Ja. Of in een oude vuurtoren had ik al genoemd. Maar allemaal van dat soort dingen. Ja. En dan denk ik, maar dan bij die pretparken wordt het steeds generieker, die hotelkamers. Ja, ik vind dat zo'n gekke trend. Ik snap je punt. Ja. Want volgens mij, als je dus echt zo'n hotelkamer hebt die echt helemaal, wauw, dit is echt in stijl, in een hele bijzondere stijl, dat gaat meteen op de Instagram. Dat kun je ook zeggen van die Paradise hotelkamers. Dan slaap je naast een walvis. En dan niet als je de verkeerde keuze gemaakt, maar dan heb je bijvoorbeeld als je uit je raam kijkt. Ik had het nu kunnen zeggen, ik heb ook wel naast een walvis geslapen. Want als je uit een raam kijkt, dan zwemt daar gewoon zo'n beest langs. Zo'n zeekoe, dat is toch fantastisch. Of een ijsbeer. En als je die prijslijst ziet, mensen betalen het ervoor. Voor slapen met een walrus. Precies. Safari Resort. Dan kijk je uit over de gnoes. Ja. Mensen betalen daar zo, hoppakee, 3, 4, 5, 600 euro voor. My point exactly. Exactly. Dus als wij een pretparkhotel beginnen, dan ga je slapen naast een walvis. Nou, is er toevallig een pretpark in Nederland waarvan we zeker weten dat ze met een hotel bezig zijn? Misschien ergens in Limburg. Ergens precies. Ja, moeten we niet hun nu van advies voorzien? We willen slapen in die tovergrotten van Merlijn. Precies. En dan uitkijken zo over de meren, de wateren van Avalon. En dat er af en toe zo'n draak uit het water komt. Dat willen we. We willen dus niet slapen in de zoveelste van de Valk. Ja. Maar goed, dan ga je ook kijken. Wat... Nee, we willen niet slapen in dezelfde zon. Nee, maar goed. Je wilt toch ook een beetje cateren richting het... Nou goed, nee, dan ga ik mijn punten terugdraaien. Je hebt gelijk, inderdaad. We willen gewoon geen badkamer. Als ik voor mezelf spreek, ik wil gewoon slapen inderdaad... in de boven, de West Wing van de Flaming Feather. En dan met een directe koppeling naar de keuken van de Flaming Feather. Juist, dat willen we. Nee, dat vind ik ook wel, ja. En ook als de Efteling een nieuw hotel gaat bouwen... dan willen we gewoon slapen in een symbolicaans... kasteel. Ja. Ja, dat zou toch wel tof zijn. Ja. Goed. Ja. Zou je dan voor een themabeleving, daar zou je dus flink voor willen bijbetalen. Ja. Zou jij ook bijbetalen? En dan ga ik richting de stelling, Thomas. Oh, de stelling. De stelling die elke week op ons Twitter-account staat, Team Talk NL.
dat is, heeft te maken met bijbetalen voor fastpassen, dus voor vorderingpassen. Ja. En de stelling was, alle pretparken ter wereld zouden beter per direct alle vorderingmanieren waar je direct of indirect extra geld voor betaalt moeten afschaffen. Dus niet de voor iedereen gratis beschikbare pas, maar echt de betaalde fastpassen of de dure abonnementen met vorderingfunctie. En dan dat refereert vooral een beetje naar de perikelen rondom Conda, de nieuwe, nieuwe achtbaan in Belgium. Dat mensen die daar een duurder abonnement voor hebben gekocht, die mogen dus onbeperkt tijdens hun bezoek aan Belgium front row, back row, waar ze maar willen, zo vaak als ze willen, omlopen gelijk in Conda, de nieuwe attractie. Via de Fastlane. Via de Fastlane. Je hebt in Walibi Holland heb je ook zoiets als Fastlane. Dan betaal je 10 of 5 euro of 15, ik weet niet, per ritje. En dan mag je zo, huppakee, voorin, achterin, waar je maar wil zitten, in de trein zonder te wachten. Zou je dat willen afschaffen? Want, en dan ga ik even aan, wat ligt eraan ter grondslag? Op dit moment hebben alle Disneyparken ter wereld geen Fastpass. Dat heeft te maken met toegang tot attracties die, omdat als je meerdere rijen gaat kruisen, dan komen mensen naast elkaar zitten of met elkaar in contact, wat eigenlijk niet zou moeten. Dus zijn alle Fastpassen dicht. Dat heeft ertoe geleid dat een rij die bij bijvoorbeeld Big Thunder Mountain in Magic Kingdom, Orlando, die over de brug staat bij Splash Mountain, wat normaal dus makkelijk 120 minuten wachten zou zijn, die rij was nu in 10 minuten weg. De capaciteit van Disney-attracties is zo belachelijk hoog, dat je normaal gesproken best wel een fastpass-systeem bij zou kunnen hebben. Maar als je betaalde fastpassen gaat weren, dan denk ik dat een achtbaan als Conda, waar dus de niet-betalenden niet meer voorin kunnen zitten. Als je dat zou weren, dan zou je volgens mij heel veel capaciteit winnen door de hele dag, over de hele dag door het hele park. Nou, die stelling, dus je moet het afschaffen, die heeft 516 stemmen gekregen. En 72% zegt beter wel afschaffen. En toch nog een verbazingwekkende vind ik, 28% zegt beter niet afschaffen. Dus 28% van de luisteraars, van de stemmers, die is ervoor om bij te betalen in pretparken voor vorderingen. Ja, ik ben er eigenlijk principieel ook op tegen. Ja. Ik kan geen wachttijden meer zien in de Disney World app. Nu wel. Nou, is toch druk hoor. 20 minuten, Big Thunder Mountain. Splash Mountain 60. Jungle Cruise 55. Vind ik nog best druk. Even kijken, Space is altijd een drama. 45 minuten. Even Seven Dwarfs Mine Train. Nou, je hebt net de andere wachttijden gehoord. Dan mag je even gokken. 70. 55 minuten. Oh. Ik ben er principieel tegen. Ik vind namelijk dat iedere petparkbezoeker is gelijk. Dus iedereen moet gelijke toegang hebben tot alle attracties. Dat vind ik belangrijk. Kijk, maar en een gratis fastpass vind ik prima, want dat is, ook als je niet betaalt, kun je dat zelf een beetje uitzoeken. En dan kun je gratis tijd besparen. Maar ik heb er in Disneyland Parijs wel eens gebruik van gemaakt. Ja. Ik betaal die 15 euro, geloof ik, of zo. Best duur. Ik heb het ook in Walibi wel eens een keer gedaan. Moet ik zeggen dat ik het dan wel echt heel relaxed vind. Ik heb het ook in Universal gedaan, in Hollywood. Ik heb tot mijn spijt één keer in Walibi Holland 5 euro betaald voor direct toegang tot Lost Gravity. Mm. Maar dat deed ik wel met voelde pijn. Voelde je vies toen? Ik voelde me vies. Ja. 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 Ik voelde me als een Siewert van der Linden. Van Linden. Van Linden. Oh. Ja, dit is heel grappig. In de Tweede Kamer van de week zei iedereen het verkeerd. Oh. Het is Siewert van Linden. Oh, dan heb ik het. En die heeft dus 9 miljoen euro verdiend. Ja, aan fastpassen. Aan mondkapjes. Ja. En twee kompions van hem, allebei iets meer dan 5 miljoen. Ja. Dus ik stel voor dat als wij nu willen, dat wij gewoon een plan maken hoe wij voor ergens 10 miljoen in Nederland ergens een pretpark willen, een klein pretparkje willen beginnen. En dan zeggen we, Siewert, we maken jou helemaal kapot als jij niet ons, ons investeert. Precies. Ja. Ja. Hij heeft het geld nu. Ja, inderdaad. En hij zegt, het moet maatschappelijk terechtkomen. Ja, en het rendement ervan, dus iedere euro die dan verdiend wordt met ons pretparkje, ja. Dat gaat dan naar kinderkankeronderzoek, geloof ik. Ja. Dat hij wil dat doen. Ja. Maar goed. Overigens, ik ga niet echt iemand kapot maken. Dat is natuurlijk figure of speech. Is een grapje, mensen, even voor de duidelijkheid. Ja, ja. Ik heb ook geen mening in deze. Ik heb iets anders droevig nieuws. Heb je wel een mening over vorderingen? Je vindt het eigenlijk... Ja. Eigenlijk ben je tegenstander, maar stiekem... Als het er is, gebruik ik het. Ja. Maar ik ben eigenlijk tegenstander. Als ik zelf een pretpark zou hebben, zou ik het waarschijnlijk niet doen. Oh, nee. Totdat ik zou zien dat de accountant zegt, we hebben nog ergens een ton nodig. Zeg ik, weet je wat, verkoop Holland van die passen. Ja. Maar, ik heb droevig nieuws. Oh. Ik heb heel droevig nieuws. Deze week loopt iets af. Lopen twee dingen af in mijn leven. Oh. Eén daarvan kan ik verlengen en ga ik verlengen. Eén daarvan kan ik op dit moment niet verlengen.
Mag jij gokken welke twee dingen in mijn leven op dit moment aflopen? Ik denk... In dezelfde week notabene. Je sportschoolabonnement en je Netflix-abonnement. Nee, ik denk Walt Disney World en Efteling-abonnementen. Klopt. Mijn Efteling-abonnement loopt deze week af. Mm-hmm. Oh, die gaat verlengd worden. Kijk. Maar ook mijn abonnement inderdaad op Walt Disney World. Oh. Die was dus verlengd omdat met de dagen dat Walt Disney World dicht geweest was. Maar ja. Ik heb hem in januari vorig jaar gekocht voor €1200. Oh. En ik ben er maar één keer een week voor naar Walt Disney World geweest. Vanwege COVID kon ik er niet eerder naartoe. En toen het park weer open ging, toen mocht je niet. Konden Nederlanders niet naar Amerika. En op dit moment kan je ze wel verlengen, dus dan moet je, maar dan moet je fysiek daarheen. Ja. En ja, ik ga dat nu natuurlijk niet doen. Dus ik ben vanaf deze week geen abonnementhouder meer op Walt Disney World. Zie jij daar nog enige flexibiliteit in van Disney? Als je Amerikaan bent wel. Want als je Amerikaan bent, had je namelijk ook het geld terug kunnen vragen. Oh ja, maar jij niet, want je bent Nederlander. Nou, dat is heel ingewikkeld. En ik snap ook wel wat Disney daarvan zegt. Disney zegt dat de abonnementen die ze verkopen in Walt Disney World zijn eigenlijk alleen bedoeld voor US customers. Je kan ook, als je zo'n formulier invult, je kan niet eens een buitenlands adres invullen. Dus, en ik snap dat echt, het staat ook echt in die voorwaarden. Ze bieden geen support of garantie voor mensen buiten de VS die dat product kopen. Ja. En ik snap dat ook. Ik wist dit van tevoren. Zeker nog, ze hebben ook de allereerste keer dat ik het moment afrekende bij de kassa. Ja. Ik weet precies waar het was. Bij de kassa van Magic Kingdom. Bij het Ticket and Transportation Center. Bij die witte hokjes daar, afgrijzelijke dingen. Maar daar, en die mevrouw zei wel van, ja, u bent geen Amerikaan. Dus weet wel, u kunt er altijd hier naartoe komen. Why do you think it? Wat, hoezo? I am just as American as you. I am very volgens mij, volgens mij kwam het gesprek er wel op omdat ik het zelf aangaf. Maar ja. Toen zei ze wel, ja, hou er dan rekening mee. Dat je dus, ja, je krijgt wat, je automagneet krijg je niet. Je krijgt een magazine krijg je niet. Je krijgt vooral, want ze sturen geen post buiten de US. Ja. En ook allerlei compensatiezaken. Toen al, was corona dan eens een ding. Nee. Ze, daar heeft ze dus ook geen recht op. Ja. Nou, ik begrijp dat ergens wel. Zijn met je vrolijke hoofd. Hey, no problem. Hey, I'll sign away. Nou, ik had hem met mijn creditcard afgerekend. Yeah. Want er zit namelijk zo'n tip van Flip. Als je ooit iets duurs koopt in het buitenland, doe dat met je creditcard. Want de Mastercard is tot 90 dagen verzekerd in aankoop. Maar ik dacht, dan is het misschien, als het ooit iets is of zo, weet ik veel. Maar, dan treed ik het tot een pretpark. Zal dat niet zijn, denk ik. Dat denk ik ook niet, maar toch dacht ik slim te zijn. Maar goed, dat geld ben ik dus kwijt. Dus ik heb de Walt Disney Company met 1200 ballen gesponsord. Die, zeg maar die ene, die drie grote vuurpijlen tijdens het testen van Harmonious. Die heb ik betaald. Ja. Ja. Nou, daar heb je wel van genoten. Ja, dat was leuk. Dat was toch leuk om het filmpje te gaan. Dit is echt, ik voel me er wel een beetje rot over eigenlijk. Ja, dat snap ik wel. Ja. Maar, hey, ik had gehoopt er nog namelijk, in al die tijd hoopte ik, het gaat nog wel lukken voor die afloopt om er een week heen te gaan. Ja, ik snap dus het. Ik dacht eigenlijk eind vorig jaar, toen was het een beetje augustus vorig jaar, weet je al. Toen was in Nederland, was er bijna geen corona. Toen kwam het weer een beetje terug. Dacht ik, dit is weg, joh. Mm. En met de kerst is het weer normaal. Toen dacht ik, nou in januari of zo, dan kan ik weer naar Florida. Ja. Dat dacht ik. En dat is natuurlijk niet gelukt. Maar nu is het dus wel, nu is het wel klaar. Ik heb namelijk wel Disney nog gemaild destijds. Hè, over van, kan ik als Europeaan verlenging krijgen met de dagen dat ik geen toegang heb tot het land? Ja. Daar gingen ze niet mee. Ook, er is een forum ook op internet. Zo'n Walt Disney World forum. Waar dezelfde vragen voorbij kwamen. Doen ze niks mee. Ik zie het nog wel gebeuren. Wat zie jij gebeuren? Als ik één bedrijf zo gastgericht voor me zie. Dat ze daarin iets zouden kunnen betekenen. Dan zou ik dat verwachten van de Walt Disney Company. Mm-hmm. En dan zou ik het niet heel gek vinden als jij een keer in de toekomst aangeeft van ik was ooit passholder, maar dit en dat corona, dit en dat non-new citizen. Dat ze dan misschien nog wel zeggen, kom even naar die balie, krijgt u een dag gratis toegang. Of zo, krijgt u een dagkaart. Ja, dat zou me niet verbazen. Dat zou kunnen. Ik zie dat ze dat nog wel doen. Dat kosten in principe kosten dat geen geld. Nee. Of ze zegt, ik krijg gratis after-hour tickets of weet ik veel wat. Goed, dat zou ik van Disney nog wel... Niet gek vind ik. Ik zou het niet van ze verwachten. Nee. Maar ik zou het niet gek vinden als ze het zouden doen. Ja. Maar ik moet wel zeggen, de eerste volgende keer dat ik ga, koop ik waarschijnlijk zo'n 10 dagen ticket. Ja. De kans is ook vrij klein dat de annual passholders weer de passes weer op on sale gaan. Want nu kan je alleen verlengen. Nieuwe worden niet verkocht. Ja. Maar even voor de mensen die zeggen, wat schandalig dat Disney mij niet compenseert. Het staat er echt heel duidelijk dat het alleen voor Amerika... En ik snap, ze moeten ergens een grens trekken. Het is gewoon ook juridisch gezien anders niet te doen. Want dan moeten ze bij gaan houden van 300 landen op aarde. Wie mag je wel naar de VS en wie niet? En wie heeft de geld? Want dan is het... Wat doe je dan met... Noord-Korea. Ja. Ja. Ja, ik kon niet komen. Want ik mocht niet weg, ja. Want ik zat in de gevangenis, ja. Ja, dat soort gezeik. Ja. Dus dat is niet te doen. Nee. Dus ik snap dat ergens wel. Dat soort bepalingen in de voorwaarden worden opgenomen. Ja.
Ja, en de voorwaarden snap ik het wel. Volgens mij is Canada en Mexico zitten er ook bij. Volgens mij kan je dan ook. Oké. Okay. Dat moet niet vergissen. Ja, nee, ik kan me voorstellen dat het in de voorwaarden staat, maar ik kan me heel goed voorstellen dat ze als maatwerk, servicegericht, individueel, nog dit soort gebaren zouden kunnen maken. Ja. Ik vind het vervelend om te zeggen, ik zie dat Disney eerder doen dan de Efteling. Ja, maar goed, klantvriendelijkheid in de Efteling, dat is natuurlijk een thema al een tijdje. Ja, en dat vind ik echt heel jammer. www.themetalk.nl/reageren als je iets wil achterlaten over deze uitzending. Vinden we altijd leuk. We kunnen niet altijd alles behandelen in de aflevering, maar doe het vooral. Nee. Want wij lezen het wel en dan hebben wij het er onderling over. Ja, zeker. Wat is het eerstvolgende pretpark dat je gaat bezoeken? Toverland, denk ik. Ik wil nog één ding kwijt voordat we afronden. Ik nog twee dingen. Oké, doe jij eerst maar je twee dingen. Aardbeienland gaat weer open op 9 juni. Fantastisch. En Fantasieland gaat weer open op 10 juni. In de la ligt nog dat briefgeld. Moeten nog ons abonnement een keertje gaan afsluiten. Dat gaan we wel eens doen. Vanaf 9 juni, zei je? Ja. En Fantasieland, tweede ring, gaat weer open vanaf 10 juni. Ook fijn. Oh, ja. Fly, zou ik wel even heen willen. Mm-hmm. Wat ik dan nog kwijt wil, is ik ben afgelopen week te gast geweest bij jou. Oh, ja. Bij Epic Escape Waalwijk, waar dus een nieuwe escape room is geopend en die heet Illusion. Iedereen die dit luistert denkt, ja, dit is voorop het plan. Nee, ik wist niet dat Thomas hierover zou beginnen, maar... Nee, ik ben daar dus geweest en het was echt, ja, zo slecht. Nee. Thomas monteert hem ook deze week, dus ik kan er ook niks uitknippen. Nee, ik kan het niet uitknippen. Nee, kijk, jij weet maar eens, ik heb niks met escape rooms. Nee. En ik vind puzzeltjes ook niet zo leuk. Nee. Ja, we zijn als een van de eerste, zijn wij daar geweest. Ja. We hebben extra tijdslot toegevoegd. Want normaal gesproken mochten dus 5 juni mochten we open voor reguliere gasten. Ja. We hebben s'avonds dus nog een extra tijdslot toegevoegd. Heel laat, maar... En toen kwam ik daar aan en een vriend van mij was mee. We hebben met z'n tweeën de kamer gedaan. Eigenlijk met z'n drieën bedoeld, geloof ik. Ja, ja, de kamer is vanaf 3 personen bedoeld. Ja, ja, ja. En ik ga natuurlijk niks spoilen, want dat is niet leuk. Maar ik dacht, ja, dit wordt weer zo'n puzzelavontuur. Weet je, het is gewoon een hok, er gaat een deur dicht en er liggen 3 sudoku's en lossen op en je hebt de code voor de deur, weet je? Want dat is toch een beetje... Dat wilden we eerst ook doen. Ja, maar dat is wel een beetje het imago wat escape rooms hebben. Nou, tegenwoordig niet meer, hoor. De echte escape rooms die tegenwoordig weer nieuwe kamers openen, als je echt een beetje gaat zoeken op escapetalk.nl bijvoorbeeld, dat zijn wel, als je daar echt een beetje vooraan staande kamers gaat zoeken, hè, er zijn echt tientallen kamers in Nederland die supergoed zijn. Dat zijn echt escape rooms 2.0, 3.0, 4.0. Nou, wat hier gebeurt, en ik moet echt uitkijken dat ik spoil, maar is van begin tot eind wordt er een verhaal verteld. Ja. En dat is echt een goed verhaal ook. Dat is gewoon echt een goed verhaal. Ik ga ook niks vertellen over het verhaal, maar het is een goed verhaal. Ja. Het heeft een mooi einde ook. En er zitten special effects in. Er zitten een paar momenten in dat je denkt, hè? Ja. Ik vond echt een themabeleving van een van de hoogste planken van Nederland. Dat ben ik serieus. Van Nederland? Ja, dat vind ik echt, ja. Dat is ja. Een compliment, dankjewel Thomas. Ja, ik kan... Ik kan alleen maar beamen. Ja, ik kan alleen maar zeggen, ja, super. Ja, we hebben echt vier jaar aan gewerkt. Ja. Dus ja, ik was echt onder heel indruk. Blij met die reactie. Want ik dacht toch, ja, maar ook een beetje met de verwachting waarmee ik inging natuurlijk. Ja. Maar ik kende het. Nee, maar het ziet er gelikt uit. De storytelling is goed. Het verhaal is mooi. De effecten zijn goed. De muziek is goed. Er zit muziek in. Ja, mag ik dat wel zeggen? Dat mag je zeggen. Ja, eigen muziek. Alles zit erin. Ja. Het is een heel bijzondere ervaring. Het duurt anderhalf uur ongeveer. Ja, 90 minuten zetten we hem inderdaad neer. Ik krijg hier niks voor de duidelijkheid. Nee. Nou, daar hebben we zo nog even over. Nee, maar... Dus moet ik nu dat tientje overhandigen? Of maar waar kunnen mensen naartoe? Naar epicescape.nl. Epicescape.nl. E-P-I-C. Ik raad het echt de mensen zeer aan om dat te doen. Bijvoorbeeld, als je het combineert met een dagje Efteling. Ja. Dat kan dan, hè, na de Efteling. Ja, dat kan. Ja. Hoeveel personen? Wij zeggen zelf van 3 tot en met 6. Dat is waarop we hem hebben ingestoken. De komende weken zullen we natuurlijk... Misschien dat er heel veel mensen gaan bellen van... We zijn met z'n tweeën, kan dat ook? Ja, nee, dat raden we niet aan. En die tarieven hebben we ook niet. Maar ik kan wel verklappen dat er ook al wel naast jullie nog andere duo's zijn geweest... En ook duo's die het hebben gehaald. Maar dat gaan we niet actief communiceren. Dus dat ik nu in deze podcast zeg, is niet zo heel handig. Nee. Maar goed, geef het. Dus vanaf 3 tot en met 6 personen. Epicescape.nl. Ik raad het zeer aan. Ja. Combineren met een dagje Efteling. Je kan er ook wat te drinken krijgen, geloof ik. Zeker. Ja, nou heb ik dus pas geleden op de radio geluisterd naar een ontzettend goede zender. Ja. BNR. Ja. Nou, wat ik daarom al heb gehoord. En die politiek verslaggevers daar. Die zijn goed, hè? Super. Ja. En Maurice, wat is eerst volgende pretpark dat je gaat bezoeken? Ja, Toverland dus. Dat wordt binnenkort ergens een keertje. Okay. Themetalk.nl/reageren had ik al gezegd. Tot volgende week. Tot volgende week.